Misschien heeft u hem al zien rijden. Deze auto met een opmerkelijk object op het dak. Ja, dit is een van onze opnamesystemen. Deze auto maakt panoramafoto's, 360 graden. Die worden om de 5 meter gemaakt. Zo brengen wij heel Nederland in beeld. En zo dus ook Breda. Op dit moment rijden er 2 van deze auto's rond en in 1 maand leggen zij de hele stad vast. En dit werk blijft niet onopgemerkt. Want je kan heel veel mensen vragen toch van wat ben je nou om aan het doen? En ben je van Google? Nee, dat zijn wij absoluut niet. Google is een hele andere insteek ook. Google maakt de foto's echt vanuit de consumentenperspectief. Wij doen dat voor de professionele markt. En die professionele markt bestaat uit bijvoorbeeld verzekeraars en aannemers. Maar ook de gemeente Breda maakt gebruik van de foto's. Een van de gebruikstoepassingen is beheer openbare ruimte. De beelden worden om de 5 meter gemaakt. En dat betekent dat daarmee alle bomen, lantaarnpalen, maar ook verkeersborden, inspectieputten, dat die goed in beeld worden gebracht. Dus een hele goede middel voor de gemeente om hun omgeving te kunnen beheren. Maar de meeste mensen zijn positief. Die vragen gewoon, wat doe je hier? Of mensen zijn ook wel angstig van, komt het op internet? Bij ons is het gebruik ook altijd in de vorm van een abonnement, waarbij het gebruik is afgeschermd met een logincode. Dus dat betekent dat eigenlijk de burger deze foto's in principe nooit terugziet. En dat is toch ook wel zonde. Want de foto's geven een gedetailleerd beeld van de stad. Zelfs de moeilijk begaanbare delen worden vastgelegd. Ja, als we dan met de auto kunnen komen, dan is dat goed. Wij hebben een ontheffing van de gemeente. En dan kunnen wij gewoon, hebben we de toestemming om voetpaden en fietspaden te rijden. Ja, en daar hebben we paaltjes, paalsleutels hebben wij. Zodat we toch op die voetpaden en die fietspaden kunnen. En mocht u deze auto tegenkomen, kunt u altijd nog het volgende doen. Je ziet ook heel veel mensen zwaaien. Dus die vinden dat wel leuk.